binnen een organisatie ook van een van loop. Nou, vorig jaar heb ik dat ook met Paul Verhoeven. Ja. Maar goed, dat record op de 5 kilometer, dat liep hij 13 dagen eerder en dat was in Zurich. Dat duurde nog steeds een hele sterke tijd, 13:21:68. En dat record op de 10 kilometer was 27 minuten, 36 en 68 honderdste seconde. Dat het niet om zomaar iemand gaat, dat bewijst vandaag het feit dat de NOS Studio Sport in de persoon van Rob Labrie hier vandaag aanwezig is om opname vast te leggen voor Studio Sport. En voor degene die daarin geïnteresseerd is, vanaf morgenmiddag om 12 uur, dan kunt u een portret verwachten van Gerard de Brooke, aangevuld met beelden van de 10 kilometer wedstrijdloop hier vandaag in Haarlem. Verder is vandaag Omroep Gelderland aanwezig, Radio Lindewo, hier de plaatselijke omroep. En er worden door TV Gelderland worden proefopnamen gerealiseerd. Vandaag is de eerste Gerard de Brooke Memorial Loop. En ik weet van zijn broer, van Paul de Brooke, dat er in het afgelopen jaar gigantisch veel werk achter de schermen is gezet. En wij mogen daar heel dankbaar voor zijn, want daardoor is het mogelijk dat we vandaag hier deze eerste memorial kunnen neerzetten. Een aantal woorden kwijt. Burgemeester Paulus. Ja, dank u wel meneer Van der Veen. Dames en heren, allemaal van harte welkom in Aalten. Een hele mooie gemeente in de Achterhoek. Ik ben hier gekomen voor de Gerard de Brooke Memorial Loop. En ik wil daar een paar woorden over zeggen. In de eerste plaats dat deze loop dient ter herinnering aan een bijzondere sportmens. En ik wil daar een paar dingen over zeggen. En hij heeft ontzettend veel heeft hij gedaan. Er valt enorm veel over hem te verhalen. Maar een paar van zijn karaktertrekken wil ik hier naar voren halen. Hij was iemand, hij was een toonbeeld van bescheidenheid en doorzettingsvermogen. Zijn devies was gewoon zijn en niet moeilijk doen. Hij kon heel diep graven naar zijn laatste krachten. Hij was zeer gedreven in het vasthouden van zijn doelen. En zijn wil, en dat is heel belangrijk, zijn wil was sterker dan de pijn als gevolg van overbelasting. Op de 5 kilometer en op de 10 kilometer, die zijn in het buitenland, zijn die gevestigd. Ik hoop natuurlijk dat die records nog hele lange tijd blijven staan. Maar mochten ze ook gebroken worden, dan hoop ik dat ze hier in Aalten gebroken zullen worden. En daarmee spreek ik eigenlijk de wens uit dat deze eerste Memorial Loop, dat dat het begin zal zijn van een hele lange reeks van jaarlijkse memorials. Opdat het mogen dienstig zijn aan een bijzondere sport, namelijk hardlopen, wat een hele goede sport is. En iedereen die eraan deelneemt, hoop ik dat hij daar heel lang aan zal kunnen deelnemen. Ik wens vanmiddag iedereen een heel aangenaam verblijf in Aalten toe. Ik wens iedereen heel veel succes tijdens het lopen. Vooral jullie jongens en meisjes die zo dadelijk gaan starten. Doe je best en kom zo snel mogelijk weer terug. Nogmaals, een heel aangenaam verblijf en doe je best. Tot ziens. Dank u wel, burgemeester Brouwers, voor uw mooie woorden. Ik wil nog even wat tegen de deelnemers zeggen van die 2,5 kilometer die zo dadelijk over 2 minuutjes gaan starten. De postnummer wat jullie hebben, we gaan straks, als de 10 kilometer gestart is, dan vindt de verloting plaats. Dat zijn 2 keer over 25 waardebonnen die beschikbaar gesteld door de federatie Aaltense Middenstad. Naar de Schaarspoorden en daar kunnen jullie het t-shirt uit Aalten en omgeving. Ik heb zelfs
begrepen dat het een internationale bezetting is. Met ook atleten uit Lowick. Dus op deze eerste memorial hebben we al een schitterende internationale bezetting. Goed, ik krijg het signaal door dat we nog 2 minuten ongeveer van de start zitten. Daar kan ik misschien ook nog even over. Nou, we komen straks nog terug op een heleboel dingen. Burgemeester Brouwers heeft Gerard de Brouwer geschetst. We gaan dat straks ook nog doen aan de hand van een aantal interviewtjes met atleten die Gerard de Brouwer van nabij hebben meegemaakt. Dat kunnen we allemaal in het vervolg van deze wedstrijd nog aan u aanbieden. Goed, Paul, ik weet niet of mijn klokje helemaal gelijk loopt. Ik zit ongeveer 15 seconden voor, maar jij bent de man die dat aan gaat geven. De start voor deze 2,5 kilometer jeugdloop. En de voorinschrijving, daar hebben dan een heleboel atleten uit Aalten, Lichtenvoorde, Winterswijk, Bredevoort. Ik heb het al gezegd, uit Lowick, uit Xanten. Dus een internationale bezetting. Ook nog iemand uit Harreveld. En ik denk dat ik straks van Jan te Brake de deelnemerslijst wel aangeleverd zal krijgen. Ik heb in ieder geval nog een voorinschrijvingslijst, Paul, dus ik kan in ieder geval wat uit de voeten. Goed, ik ga nu even het zwijgen ertoe doen en als jullie goed op burgemeester Bouwens letten, dan schiet hij jullie zo dadelijk weg. En dan zullen de mensen van Chico 66 de marathonklok in beweging gaan zetten. En dan gaan we straks de tijden van jullie registreren. Ja, de deelnemers opgelegd. Goed, de start dus van de 2,5 kilometer jeugdloop. Ik wil straks nog even deze buurt een aantal Aaltense namen. Stijn Ormel, Olle Overbeek, Pepijn Overbeek, Bastiaan de Vries. En dan is de bedoeling dat Voskel links wordt genomen regels is. Als eerste de finish gaat passeren. Het is set nummer 509. Mag u de handen voor op elkaar doen. Frank Dusink uit Lichtenvoorde. Nummertje 1. Nummer 2 gaat worden. Die Stefan Peters. Dan krijgen we nummer 3. 537 Boudewijn. Gending. En wie was daar? 605 van Matthias Otto. Ook zo'n talent uit het Duitse Xanten. En dan gaan we hier nog koproefje kijken. Ja, we krijgen wat grotere, langere sluiten. En dan gaan we binnenkomen. Burkos krijgen een heleboel atleten. We gaan kijken of we erbij kunnen houden. Tim Krause uit Lowick. Nummer 565. Dat is Erik Zwiering. We gaan de finish krijgen van Tim Wiekas. Dat is ook een talent uit Lowick. We gaan krijgen Michiel Kramink hier uit Aalten. We gaan de binnenkomst krijgen van Anna Kraasendrink. Ook uit Lowick. Dan gaan we nummertje 550. Philip Verlogger hier uit Aalten. Ook zo'n 2,5 kilometer erop zitten. En dan krijgen we de finish van nummer Marijke Gierman, ook uit Xanten. Ja, we hebben een heleboel van die Duitse talenten hier vandaag. 540 en 545. En die van Panghuis uit Aalten en Barend Lubbers uit Aalten. En dan krijgen we Pieter Smit, hier ook uit Aalten. Ook zo'n ronde van 2,5 kilometer erop zitten. Petra Boemken uit Lowick gaat hier finishen. We krijgen de finish van Marieke Navis, ook hier uit Aalten. Ja, dat is allemaal in Adensloffen, zoveel passeren dat ik ben. Vincent Aalders krijgen we hier. We krijgen de binnenkomst van Martijn Arnie, ook uit Aalten. Allemaal van die hele kleine supertalenten. En we hebben het hier al 25 en 6, 27. Ellen Timmerman en Linda Prinsen uit het naburige Bredevoort. Dan zien we in de verte nog een aantal atleetjes komen. Eentje met startnummer 608. Goed, daar komen nog 3 van die recreatieloop. En ook deze atleten kunnen straks tegen inlevering van het postnummer in Schaarsvoorde in de scholengemeenschap een heel fraai Gerard de Brouwer Memorial T-shirt verkrijgen. André de Brouwer doet het niet eens, dan gaan we zo dadelijk toch beginnen. Dan wil ik graag vragen aan Paul de Brouwer of die het startschot wil lossen hier voor die 5 kilometer. Betekent, André komt eraan, hoor ik.
We willen heel graag een volledige 5 kilometer gelopen hebben en geen smokkelwerk. Deelnemers, allemaal veel succes. En om die grens door ligt dat nog even. Ja? Goed, 100 atleten vertrokken voor een afstand over 5 kilometer. En dat betekent dus dat er een afstand is van 2 keer 2,5 kilometer. Deze atleten die leggen dus 2 keer het parcours af. Goed, we hebben al wat namen genoemd. En eens even kijken wat Aaltense deelnemers. Ik heb er al genoemd. Gerard Wit, Ruud Groot, 7. Danny Boom, Vincent Jansen, met een seconde. En op de 5e plaats. En dat was een Aaltense atleten, Marieke Navis. Die zet hier een tijd neer van 10 minuten en 26 seconden. Dat waren de eerste 5 bij de meisjes. Dan gaan we door naar de uitslag bij de jongens. Op de eerste plaats eindigen daar die hele sterke Frank Poesink uit Lichtenvoorde. Tijd van 9 minuten en 3 seconden. Op de tweede plaats Stefan Peters hier uit Aalten. Tijd 9 minuten en 8 seconden. Op de derde plaats, en die kregen zoveel tijd toe gemeten, Boudewijn Geeling uit Groenlo. Op de vierde plaats Matthias Otto uit Zanten. Tijd 9 minuten en 19 seconden. En op de vijfde plaats Tim Krause uit Lodewijk. 9 minuten en 35 seconden. De hele direct zal achter zitten. Dus die Benedict Derk heeft straks een 2,5 kilometer gebruikt als opwarmloop. En dan gaan we eens even kijken wat voor tijd dat zou kunnen worden. Het is een wat gebaseerd in 7. En als hij goed tempo vasthoudt en weinig vervolgen, dan 2 atleten daar. Geen sluit. Jij had hem nog even voor de auto. Hij reed echt meteen uit de passen. Dat zijn dus de nummers 2 en 3. En Boris Rozenkrantz, Arjen Zanten. Die is een goed moment in de vierde positie. Daarvoor krijgen we de doorkomst van Mike Manteuffel uit Lodewijk. Dat is dan de man die op dit moment in een vijfde positie ligt op die 5 kilometer afstand. Ronde collega van hem zijn. Hier over op de klinkers van de Slingelaan in Aalten. Dat is 903. Dat is de eerste kanaal. Dat je kan bekijken. En hier vragen door. Ook uit het Duitse. Bijzonder sterk vertegenwoordigd. En ik denk dat het goed is om dan nu over te gaan. Jan Hussing, uit Vichtenswijk. Jij gaat ook beginnen aan zijn tweede en laatste ronde. Dan krijgen we Jeroen Lauwers uit De Heurne en Mart Slotboom uit Westendorp. En dan gaan we wat grotere groepen krijgen. En dat is wat voor het moeilijker om die allemaal goed. Herman Paten uit de haven zit hierbij. En we krijgen de doorkomst van Gerrit Molenkamp uit Zeeuwolde. Dat is hier ook heel dicht in de buurt. 862. Dat is Marcel Rensen uit de Borg, die voert over een groep aan van zo'n 6, 7, 8 atleten. Een internationale winnaar. Dan gaan winnen en nog kans op de eerste winnaar. Nou, dat denk ik niet. Het is wel zo. Ja, ja. 25 seconden. Officieus. Zeg ik er altijd maar even bij, want uiteindelijk bepaalt het weer. Jury Edward, de tweede plaats. Die gaat naar Ronald Voorbeek uit het Kassenveld. Geweldig, 15 minuten, 34 seconden, officieus. En dan gaan we, ja, 40 seconden, officieus. Ja hoor, op de wereldpodium, daar hebben we 16.06 op de 5 kilometer. Dan hebben we dus inmiddels 2 Duitse en 2 Nederlandse atleten hier binnen op die 5 kilometer. Mike Manteuffel, ook uit Loring. 3000 atleten bij de eerste 5, 16.47. De tijd van deze atleet uit. En we gaan de finish krijgen hier van een atleet uit Loving, Jörg Kamer. Henk Rijs uit Dinxperlo gaat hier ook finishen. Ja, en dan krijgen we de eerste dame. Ja, ja, mag u nou eens over elkaar. Gerine Hagedoorn uit Zanten. Duitse atleten, 18 minuten 33 seconden officieus. Dat is dus de winnaar, denk ik dan, die tweede dame. En de binnenkomst inmiddels van Marcel Rensen uit Terborg. Ook de finish hier van Dirk-Jan Derksen uit Delden. En een andere atleet uit Bredevoort, Erik Obing. Gebroken Memorial Loop. En dan praten we niet over de eerste de beste club met al gelanceerd. 1982 marathonkampioen, Europees in Athene. En in 80
was jij tweede achter de voormalige Horda Oosthuizen Sierpinski in die marathon op de Olympische Spelen in Moskou. Heel veel van Gerard vertellen ook omdat het een bijzonder persoon was. Die maakte van alles redden mee. Het was een hele achterhoeker die zeker vast was van alle commercie en alles wat om het lopen zat. En daar moest hij niks van. Wat hij zeker was? Dat hij ook heel hard heeft gelopen. Hij had toch wel wat aanleg. Maar had ook nog wel wat problemen met zijn lichaam, met name met zijn rug. Stond dat hij ook onbekend dat hij, als hij een stootje over moest springen, dat dat niet lukte, dat hij dan op slecht ging. Daar kon hij zelf van lachen. Wat je ook meemaakte, dat hij altijd op gang moest komen, dat hij met iemand mee kon komen in het begin. Maar dan, als het niet zo op gang kwam, dan pas hard ging lopen. In Moskou heb ik hem meegemaakt, ook tijdens mijn evenement, de marathon, dat hij aan de kant stond met waterbekertjes en aanmoedigde. En de dag daarna dat ik nog in een euforie zat van een medaille gewonnen te hebben, dat hij na de vliegtuig zei van en Gerard, en toen werd het heel stil. En na een tijdje zei ik, ben je nou anders geworden? En dat kenset, de persoon, ik heb niks teruggezegd, ik heb hem wijzelijk aangekeken, zei van ja, je hebt helemaal gelijk, dat dacht ik en we voelden van elkaar dat we op één lijn zaten. Want ja, ik kom uit dezelfde buurt, ik heb vroeger op jaren in Doetinchem gewoond, dus... Ik ken de luchter achterhoek, wat hem kent. Ja, want dat wil ik er nog even aan toevoegen, want we hadden van de week even telefonisch contact met elkaar. En toen was je dan al heel erg, of Gerard kenschetste, Gerard de Broker, die zei gewoon tegen Gerard, nee hoor, jongen, je moet maandag gewoon weer aan het werk en dan ben je weer dezelfde. Even nog wat anders over de tijden die Gerard de Broker heeft staan, maar dat zijn natuurlijk vreselijke, scherpe records. Als ik nou, en misschien is dat wel een hele vermijdelijke uitspraak die ik nu wil doen. Welke atleet, de Nederlandse atleet, zou in de toekomst in staat moeten geacht om heel dicht bij die tijden te komen? Nabij je of verdere toekomst? Dan kijk ik liever naar de verdere toekomst. Omdat we in de hedendaagse topatletieken niet zo heel veel toptalent aanwezig zijn. Ze zijn er, want het kiest niet voor de tak van sport 5 en 10 kilometer marathon. Ook omdat dat heel veel van je vergt. Als ik dan toch iemand moet noemen, dan kijk ik toch naar Gelderlander. En dat is een Gert-Jan Liefers die in Apeldoorn woonachtig is. Niet optimaal geweest is om daar gewoon een ereplaats te halen, maar... ik ben er gewoon goed uitgekomen en ik hoop gewoon dat ik mijn blessureperiode achter mijn rug heb en ik hoop gewoon daar vanuit weer lekker op te bouwen. Niet te vroeg druk hoor hij. Deelnemers, opgelet. Dan gaan we eens even Bert voor ons bijhouden. Wie dan in die kopbootje? Johan de Kaarten. Zo'n kreeg je voor de motor. Kijk eens. Ja, die kunnen we mee. Die is een sterke atleet uit Tilburg. Die is inmiddels al een beetje los van Johan de Kaarten en van Peter Maanden. Hij is vooral die centrum. Maar op de vierde positie op de moment. Raad je een beetje aan. Allemaal van harte. Het Sense Tilburg. En daar zijn de broeders, de twee mannen van het Adidas Olympic Team. Ida Kappert en Jos Sassen. Goed zo, Jos! Die moest deze week afmelden voor de 10 kilometer in zijn loop in Zwolle, omdat hij last had van wat voorhoudsholte ontsteking. Goed, dan gaan we verder kijken. Gaat nu de 4-9. Nieuwsroos uit Amsterdam. Dat was de aanvoerder van die groep. Ja, Tedrick, dat is Tedrick. En Tedrick! Fischer Elsop, die bergloper uit Kielburg. En dat is een man die ook bij die wedloop daar ook voor in dat klassement zat. Kijk eens, daar gaan we Gina Tijden krijgen. En Jan van der Broek uit Deventer. En Rob Tielissen, ook hier uit de regio. Gerard,
Fabius zijn medewerking regelmatig verleend aan de attentiebladen als buurtsport. De sterkte hier heel afhankelijk is. Dat we wat grotere groepen dan En dan vliegen er een heleboel atleten door. We gaan eens even kijken. Henk Harenberg uit Heijbergen zat hier bij Bert Kluntman hier uit Aalten. Martin Helming uit Apeldoorn. Ja, daar is de groep. En daar zit dan die Roosveld, die kutten van het Adidas Running Team. En er wordt hier allemaal voortreffelijk mee. Goed, dan Jan de Braak hier uit Aalten. Dan gaan we de voorbeeld krijgen van de eerste dame. Karin Harreling uit Groningen. Dat is de dame die het veld aanvoert bij die dames. Ja, hartelijk blij dat we het eens gezien. Ben Pet Jansen, hier ook uit de regio. Die hele sterke veteranen 3 atleet. Geweldig, ik heb hem al een tijd niet meer zo topgoed genomen. Thank you.
heeft opgelopen. Zijn broeder, zijn derde en Guido. Ja, kijk eens. De eerste Oudenaar, Patrick Koning. Van in alle kandidaten. Van eerste uit Oudenaar. Kijk, 32 ronden, 32 minuten en 30 seconden. Patrick Koning, dat talent uit Alten. Op een man die dus bij de eerste tiende heeft is geëindigd. Even gokken, Paul. Ik denk dat dat rond de 9e of 10e positie zal zijn. Ja, gewoon lekker ontspannen gelopen. Ja, en even kijken, ja hoor, weer nog eens. Arie Pieterse, hier uit de Natuurlijke Wereld. Zet hier 38-25 vanavond weer. Ja, toch heel erg. Ah, zoveel atleten hier uit de regio. Vanavond aan de start te zijn. Arie, ik moet er even de pulling in houden, want anders dan gaat het niet helemaal goed. Benny. En daarachter zit dan nummer 87, Tony Hegelde. En de binnenkomt van nummer 232. Daar heb ik niets van op de startlijst staan. Mike Mietjes uit Heijberg gaat hier ook finishen. En nummer en Theo Kostes uit Voor. En dan hebben we ook de finish van Robert Veenstra. De binnenkomst van Laurens Nelson uit Utrecht. Ja, zo langzamerhand krijgen we natuurlijk, hebben we de meeste atleten al binnen. En nogmaals een hele sterke winnaar in de persoon van Bert van Vlaanderen bij de mannen en die Karin Armeling uit Groningen bij de mannen. Het is moeilijk genomen om in het drukke leven op te zetten. Ook lid van de Arnhemse Chico 66. En nogmaals, Chico 66 en Arnhem. Ja, dat klopt wel. Vanaf gisteravond tot nu ben ik ongeveer onafgebroken in touw. Op een bedrust na. Maar dit hier is natuurlijk, wat hier gebeurt is fantastisch. Dit is een van de hoogtepunten voor Aalten. Dit is de eerste keer dat zoiets gehouden wordt. Dit is voor de familie Te Broken natuurlijk ook een hoogtepunt. Dit is de memorial aan Gerard Te Broken, een heel bijzondere sportsman die nog steeds twee records heeft gevestigd op de 5 kilometer hardlopen en op de 10 kilometer hardlopen. En dat het hier de eerste keer wordt georganiseerd met zoveel deelnemers en met zoveel publiek, dat is geweldig voor Aalten. Dat is fantastisch gewoon. Want vooral dat laatste, om dan het Aaltense publiek dan hier los voor te krijgen. Nou, het is een geweldige. Ja, dat bewijst wel dat met name ook AVA 70, de atletiekvereniging waar Gerard Te Broken lid van is geweest, ja, dat hij heel veel aandacht heeft en dat hij ook sterk geworteld is in de Aaltense samenleving. Men heeft ook zich heel goed voorbereid. Ik weet dat ik kan me herinneren dat men eind vorig jaar geloof ik al bij het gemeentehuis is geweest. Of alle wegen wel te belopen waren. U weet dat wij als gemeente dit jaar nogal wat gedaan hebben. De Beeklaan in het centrum van Aalten. We zijn nu bezig met lichten voor de straatweg. Maar men heeft zich tijdig voorbereid, gedegen voorbereid. En ja, dat is ook een van de sleutels van het succes. Wil je dus iets nieuws beginnen en wil dat dan een bestaande hardloopwedstrijden die er vandaag ook waren, daar moet je dus tijdig mee beginnen. En er zijn een heleboel mensen, ja, die zijn eigenlijk vrienden geweest van Gerard Te Broken. Die mensen die hebben, die hardlopers, die hebben niet meegedaan aan belangrijke wedstrijden vandaag, maar die zijn hier naar Aalten gekomen. Nou, dat betekent dat dit een kans biedt voor Aalten, dat dit jaarlijks herhaald wordt en dat dit kan uitgroeien tot een heel groot evenement. Want dat de burgemeester in prestatiecurve dan genoten heeft, dat staat zonder twijfel. Want hier is echt de sport. Ja, ik heb er natuurlijk gekeken door de ogen van een lange afstandswandelaar. Men gaat hier zo drie keer zo snel als ik dan wandel. En ik zie toch een bepaalde overeenkomst met een wandeltocht van 40 kilometer. Dan zit je ook wel een stuk en hier zitten ook wandelaars. Ja, die bijzondere prestaties leveren, ik zal er één noemen. Die heeft vandaag 5 kilometer gedaan, maar die was heel recent is die aan zijn kaak geopereerd. Dat was een forse operatie. Nou, dat betekent dat hij dan daar eigenlijk van de conditioneel zeer snel moet herstellen. Hij was dus eigenlijk niet topfit, heeft het toch gedaan. En ja, zo iemand levert dan toch wel een hele bijzondere prestatie. Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn al in hele goede conditie, zoals Bert Vlaanderen, Johan Takate, etc. En die lopen dan ook heel snel, de 10 kilometer wat we hier gezien hebben. Aalten is een bijzonder moeilijk parcours, want er zitten hellingen in. Iedereen weet dat Aalten op 7 heuveltjes is gebouwd. Nou, dat hebben de hardlopers hier ook gemerkt. Want de tijd die ze neergezet hebben, ja, dat is geen recordtijd, maar dat komt ook door de helling. En de hoogteverschillen die ze hier moeten overwinnen. En dat betekent dat ze handicap hebben. En ik zie dat mensen dus bijzondere inspanningen moeten verrichten om hier aan de finish te komen. Maar ze gaan door en ze gaan allemaal door en dat doet me heel veel deugd. En daarbij zijn ook topambtenaren
van Aalten. Ja, hier zijn ook ambtenaren van Aalten hebben hier vandaag gelopen. Veel inwoners van Aalten, heel veel inwoners van Aalten. Bij de eerste 10 op de 10 kilometer, daar zat ook een paar Aaltenaren. Nou, dat doet me zeer veel deugd. Dat bewijst nog ook dat het hardlopen in Aalten, dat het een sport is die heel veel aandacht hier heeft en die ook op een hoog niveau hier bedreven wordt. Dit evenement wat gehouden is, dat zal zeker zijn slagwerk. Ik kan me niet voorstellen dat na zo'n groot succes als vandaag, dat men volgend jaar dit zal organiseren. Het is prima wandelweer hier geweest. Het is een bijzonder mooi parcours. En de organisatie, ja, ik wil daar nogmaals een heel groot compliment maken. Men heeft het heel goed georganiseerd. En het is een succes geworden en ik hoop dan ook dat het volgend jaar hier weer gaan. En ik wil graag vragen of A. Lutterhold, Ter Vocht uit Beltrum, E. Everink, G. Spekhoorn en K. Harmeling, of die naar het podium willen komen. Goed, de prijzen worden dus uitgereikt door André de Broken en Paul die zal doorgaan. Karin Harmelink, dat was dus de dame die hier dezelfde tijd neerzette, 39.01. En dat was ook de winnares van de premiesprint naar de eerste ronde. En daar heeft Paul de Broker nog een envelopje voor. Dus dat was voor de premiesprint. En Lutterhold, die mag u even een applaus geven, want die gaan we de dames Maas en Assink. En boven. Iedereen moet je kunnen zien. Rianne Maas is hier al. Rianne Maas uit Winterswijk. Is die aanwezig? Is naar huis. Is ze naar huis? Ja. Gefeliciteerd, hè? Oké, okay. Ria Assink in ieder geval van harte gefeliciteerd. Tweede plaats bij de dames en heren in de tijd van 49-22. Dat weten we niet. Gerbrand
en Jan van der Koot om hier naar het podium te komen. Herbert Karsten uit Aalten, en dan heb ik ook een beetje te zien, want Jan van der Koot die komt uit mijn geboortedorp. Waar is Jan? Ja, kijk. En dat hele mooie shirt van Loofenstein Poorthuis. Goed, de winnaar bij de Heren Veteranen 3. En als je in die klasse nog een 40-55 op de klokken kunt inzetten, dan ben je natuurlijk een kanjer. Herbert Karsten uit Aalten. Ja, en Jansen leert mee bij de recreanten. Dus Herbert Karsten, winnaar in deze Heren Veteranen 3 klasse. En de tweede plaats. En de tweede plaats was voor Jan van der Koot, HV Nijkerk, Voorthuizen. Tijd 46 minuten en 49 seconden. En Gerard Karsten en Jan van der Koot, ook bedankt voor jullie deelname aan deze memorial. En we zien jullie graag eind augustus volgend jaar hier weer terug in Aalten. Goed, dan gaan we door met de heren veteranen 2 klasse. Dan wil ik graag de nummers 1 tot en met 3 op het podium. Dat is Monter Schapel Houman uit Steenwijk, Anne Bartels uit Haventen en Leo Temming uit Aalten. 1, 2. Leo Temming, is die aanwezig? Ja, de pa van Patrick. Ja. Geweldig, 2 atleten hier uit Aalten die vandaag voortreffelijk presteren. Dan gaan we beginnen met de nummer 1. Tijd 37:36 van HV Start in Steenwijk. Monter Schapel Houman. Dat was hier de winnaar bij de Heren Veteranen 2. Tweede plaats was voor Anne Bartels uit Aalten, lid van hetzelfde Start 78. 39:46 en derde, aan plaatselijke trots, Leo Temming. En ook deze sterke Heren Veteranen 2, bedankt voor jullie deelname en hopelijk zien we jullie eind augustus 97 hier weer terug in Aalten. Naar de voren hebben Arie Thiemessen, Chris Zevenhuizen, John Gu Kieren, Bert Klukman, Gerrit Ormel en Gerrit Huiting. Deze 6 atleten. Gerrit Huiting, Gerrit Ormel, Bert Klukman, John Gu Kieren, Chris Zevenhuizen en Arie Thiemessen. Heren veteranen 1 klasse. Gerrit Ormel tweede plaats, Bert Klukman derde, John Gu Kieren, Chris Zevenhuizen en Arie Thiemessen. Lid van de Aalderse atletiekvereniging Gerrit Huiting, tijd 35:36 seconden. En dan de tweede plaats, eveneens voor een atleet hier uit Aalten, ook van AVA 70. Tijd 36:26, Gerrit Ormel. En dan de nummers 3, 4, 5 en 6. Die zie ik niet zo gauw op dit moment. John de Kier. Wat doe jij, jongen? Ik kan muziek aan doen. Nummer 6. Hij scoorde vanavond uit van 31:47 uit Middelburg. John Vermeulen. In Amsterdam, het bedrijf van Kees Schaak. En John Vermeulen, ja, we zouden bijna vergeten, want de eerste ronde ging die zo knoepend hard. John Vermeulen die pakte dus ook die premiesprint van 250 gulden. Beschikbaar gesteld voor het algemeen burger.
Maar we zagen dat u voortaan zult, John. Degene die de premiesprint pakt, pakt bijna nooit de eindzee. Want dan hebben ze het kruid verschoten, hè? Goed. Dan nummer 5. Ik hoorde van de week een voorhoofdschotelontsteking. Niet helemaal in goede... Hij ziet ook nog wat tips, eerlijk gezegd. Hele sympathieke atleet uit Wierderholthuis. Scoorde 31-46. Gerard Kapper. Alweer zo'n hele sterke atleet uit Middelburg. Hij scoorde een tijd van 31 minuten en 28 seconden. Rachid Benveziane. Applaus daar. Applaus voor Rachid Benveziane. Nou, dan komen we op het herenschavot terecht. Derde plaats, 30 minuten 46. En daarmee was hij 4 seconden sneller dan van de week in Zwolle, waar hij op dezelfde plaats eindigde. Ah, een beetje regionale trots, Harreveld. Jos Sassen. Dichter in de richting van de winnaar. Op de tweede plaats, een man uit Meppel, lid van AV Sprinter, als ik me niet vergis. Nee, AV 34 Apeldoorn. Dat is nog. Hij is ongeveer anderhalve maand inmiddels gaat hij als gehuwd burger door het leven. Hij scoorde een tijd van 30-41 uit Meppel, Johan de Kater. We gaan nu toe naar de huldiging van de winnaar van vanavond. Ik wou mevrouw Ter Broeke vragen om zo dadelijk de wisselbeker uit te reiken. En ik denk dat het handig is dat ze maar een klein beetje hier naartoe komt. En dat wou ik aan de winnaar ook maar even vragen. Vanavond hier in Aalten, de winnende tijd, 29 minuten en 51 seconden. Lid van het Utrechtse Hellas uit Maartensdijk, de winnaar Bert van Vlaanderen. De wisselbeker uitgereikt. Dat betekent met dat adeldom verplicht dat je volgend jaar eind augustus weer hier teruggebracht wordt in de Gelderse Achterhoek. Gefeliciteerd, hè? Fijn dat je was. We kijken af en toe wel naar tenniswedstrijden en als je dan als Wimbledon is afgerond, dan wordt meestal de winnaar op de nummers 1, 2, 3 even de gelegenheid geven om de microfoon in de hand te houden en iets naar het publiek te zeggen. Ik geef dus heel graag het woord even aan Bert van Vlaanderen. Ik vind het leuk dat Giro in ieder geval deze wedstrijd heb mogen winnen en natuurlijk mee ook mogen doen. Ik vind het een heel goed initiatief, zeker om Gerard niet te vergeten. Hij was natuurlijk toch een van de lopers die atletiek in Nederland toch een beetje een andere kleur hebben gegeven. En ik hoop zeker dat er gewoon toch... Met deze loop toch nog aan teruggedacht wordt hoe hard hij toen gelopen. En ik hoop alleen maar dat de mensen het alleen maar toch meer stimuleert om denk ik een voorbeeld daaraan te nemen. En deze wedstrijd zeker in de loop der jaren uit te breiden tot een heel mooi groot evenement. En als alles goed gaat, dan hoop ik daar zeker nog een paar keer bij aanwezig te zijn. Deze mooie woorden.
dezelfde organisatie als Muziek in de Oren Ding. Dan wil ik graag even de microfoon geven aan onze nummer 2 van vanavond, Johan de Kater, AV34. Ik zeg het goed even naar de nummer. Ja, ik denk dat er weinig meer aan toe komen valt. Bij de heeft al een heleboel gastbronzen moeten weggeleid. Zoals jullie misschien wel weten, Gerard heeft nog steeds 2 Nederlandse records. En ik denk dat wij met z'n allen best wel voor doen om die Nederlandse records te gaan verbeteren. En we zullen kijken of het lukt in de toekomst. Bedankt. Dankjewel Johan van Katen. En dan gaan we naar de nummer 3 van deze 10 kilometer wedstrijd. Ik vind het heel een vroegere pupil van Gerard. Hij heeft op schema's gelopen van hem. Ik ben blij dat op het erepodium in ieder geval de regio vertegenwoordigd is. Ik geef graag even het woord aan Jos Sassen. Ja, ik mag Gerard ook wel bedanken. In de jaren heeft hij mij veel geholpen met de trainingsschema's. En toen heb ik een goede marathon gelopen. Ik mag Gerard nog bedanken daarvoor. Dus wat dat betreft... Oké, bedankt. Adriaan Paulen Memorial en Brussel de Ivo van Damme Memorial. En nu is er ook in Nederland, om te zeggen, een memorial, een tweede erbij gekomen in het Achterhoekse plaatsje Aalten. Het is genoemd naar een man die 45 jaar is geworden. Hij is vorig jaar overleden, Gerard te Broeke. En zijn naam is nu verbonden aan het atletiek evenement daar in Aalten. Gerard te Broeke, dat was een van de beste 10 kilometer lopers in Nederland. En hij overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Rob Labré maakte het volgende verslag. Muziek uiteraard in Aalten om de wedstrijd op te luisteren die de herinnering aan Gerard te Broeke levend moet houden. Te Broeke hier helemaal links in het oranje, die nog steeds houder is van de Nederlandse records op de 5 en 10 kilometer. Beide gelopen in 1978. De 5 kilometer liep hij dat jaar op 18 augustus in Zürich in 13:21:68. En dit zijn beelden van het EK, 2 weken later in Praag, waar hij de 10 kilometer aflegde in 27:36:64. Bij de finish worden de camera's logischerwijs gericht op de kampioen. Maar de prestatie van de man die op de achtergrond zesde wordt, is voor Nederlandse begrippen uniek. Behalve een uitstekend hardloper was Gerard te Broeke ook een bijzondere man. Reden genoeg voor zijn broers om een naar hem genoemde wedstrijd in het leven te roepen. Het idee ontstaan nadat mijn broer in 19 maart 1995 overleden is, om een soort herdenking van... aan Gerard, omdat hij dan eigenlijk de Nederlandse records in 1978 al gevestigd heeft en nog steeds stonden. En zeiden van eigenlijk moet daar toch iets mee gedaan worden in Nederland. De carrière van te Broeke liep van 68 tot 82. Op 18-jarige leeftijd won hij zijn eerste wedstrijd en ook zijn broer was daarbij. Toen zijn we dus 3 weken voor die wedstrijd gaan trainen. We hadden een rondje uitgezet precies van die afstand wat we moesten lopen. En kookwekker hadden we. We hadden gisteren op Worts. Dus we zetten de kookwekker op een bepaalde tijd en we liepen samen dat rondje en elke dag zetten we die kookwekker een minuut harder. En we moesten voordat die kookwekker afliep, moesten we binnen zijn. Dus, maar dat ging 5 dagen goed en na 5 dagen kon ik de trap niet eens meer oplopen, want inlopen, uitlopen, daar hadden we nog nooit van gehoord. Dus we gingen zo lopen, dus zo hard mogelijk. En, maar dat gaat altijd ten koste van de spieren, dus na 5 dagen konden we de trap niet. Maar we hebben dat 3 weken volgehouden. En we gaan hier in 68 aan de start staan en de trainers die hadden al een schema klaar. Die wordt eerste, die wordt tweede. En daar kwam niks van terecht, want Gerard werd eerste en ik werd tweede. Het deelnemersveld ligt er niet om in Aalten. Met Bert van Vlaanderen is de nummer 1 van het Nederlandse lange afstandslopen binnengehaald. Hij krijgt dan ook startnummer 1. En wie zien we daar? Jawel, ook Gerard Nijboer trekt de loopschoenen weer eens aan. Eigenlijk al gestopt, maar voor de gelegenheid toch weer in actie. En met welk nummer start hij dan? Nummer 2 voor vandaag. Kijken wat het wordt. En ook Jos Hermes is erbij. Hij loopt zelf niet mee, maar hij is er als toeschouwer. Iedereen in Nederland wil er graag bij zijn. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om hier aanwezig te zijn. En Gerard was natuurlijk toch een van de, denk ik, de mensen die het atletiek in Nederland toch denk ik op een ander niveau hebben gebracht. En ik vind dat sowieso natuurlijk heel belangrijk. En, zeker voor de toekomst is het denk ik ook belangrijk dat iedereen weet gewoon
ja, wat voor prestaties hij toen geleverd heeft. En ja, dat is natuurlijk wel uniek, denk ik. Wat was Gerrit ter Broeke voor iemand? Ja, dat was een echt een karaktersporter. Uiteraard had hij heel veel talent, maar het grootste gedeelte liet hij op zijn karakter. Dat was ongelooflijk. In de winter veel blessures. Eigenlijk kwam hij nooit in zijn training toe. En in de zomer, 2-3 maanden, stond hij er weer en op absoluut wereldniveau. Een nuchtere achterhoeker die ja, alle drukte eromheen allemaal koude kak vond. En liefst zijn eigen gang ging. Wars was van allerlei wetten die gesteld werden. En ja, op basis daarvan toch zich lekker voelde, want hij heeft knetterhard gelopen. Wat niemand weet dat hij toch de snelste loper is geweest in een periode dat Jos Hermes ook goed liep. En als sportman, wat was het voor een sportman? Van hetzelfde laken een pak. Iemand die als een gek, als een bezetene trainde. Maar ook iemand die nogal gekweld ging onder blessures. Hij had een hele zwakke rug. En ten gevolge daarvan heeft hij niet zijn absolute top kunnen halen. En ook als je zijn stijl zag van lopen, dan hield je het niet voor mogelijk dat deze jongen ja, in de 27 minuten liep op een 10 kilometer. Wat vandaag de dag nog geen Nederlander voor elkaar krijgt. Ja. Gerrit is heel veel geblesseerd geweest. Hij was toen een keer geblesseerd en zei dokter Hartling tegen hem, hij mocht weer heel voorzichtig een uurtje lopen. Maar bij Gerrit hield dat in dat hij 2 à 3 keer per dag een uur ging lopen. Ja, hij zei, die dokter heeft er niet bij gezegd hoe vaak per dag. Als persoon kon ik het erg goed met hem vinden. Hij heeft ook bijvoorbeeld in de tijd dat ik Moskou tweede werd, heeft hij hem ook de dag daarna met hele nuchtere woorden te woord gestaan dat hij vertelde van Gerrit en een tijd stilte. Beide nou anders van geworden. Dus, en toen viel er weer een stilte en ik wist wat hij bedoelde. Dat kenmerkt Gerrit ter Broeke. Ja, hij vond, ook al liep je hard, als mens verander je er niet door. Je blijft hetzelfde ermee. Je bent allebei bezeten van een tak van sport en dat gevoel hadden we samen. Dus ik vind dat is eigenlijk de reden dat ik hier sta. Zou hij het zelf niet een beetje koude drukte hebben gevonden dat er nu een wedstrijd naar hem genoemd wordt? Zeker weten. Ja, zeker weten. Toch was ter Broeke ongetwijfeld heel trots geweest als hij zijn moeder de 150 deelnemers had zien wegschieten voor 4 rondjes van 2,5 kilometer. Succes, hè? 150 deelnemers die langs het parcours het huis tegenkomen waar Gerrit ter Broeke jarenlang met zijn ouders woonde. En de wedstrijd wordt in de eerste ronde meteen opengebroken door Johan ten Katen. Hij krijgt de Marokkaan Rashid Ben Meziane mee, net als John Vermeulen en Bert van Vlaanderen. De 4 nemen al snel een voorsprong van meer dan een halve minuut. En daarachter gaat het ietsje langzamer. Daar loopt namelijk Gerard Nijboer. Soepel als altijd, maar 1 tempo lager. Voor hem telt dan ook alleen het erbij zijn. Voorin heeft Bert van Vlaanderen inmiddels zijn slag geslagen. Halverwege de wedstrijd was een simpele versnelling voldoende om de rest definitief achter zich te laten. Teleurgesteld teruggekeerd uit Atlanta is hij rustig aan weer begonnen met trainen. En nu loopt hij voor het eerst weer een echte wedstrijd. Van Vlaanderen duikt uiteindelijk net onder de 30 minuten. Hij wordt eerste in 29-51. Op 50 seconden wordt Johan ten Katen tweede. En kort daarna finisht Jos Sassen uit het nabijgelegen Harreveld als derde. Organisator Paul ter Broeke in het Olympisch trainingspak van zijn broer applaudisseert voor Gerrit Nijboer die als 11e binnenkomt. De wisselbeker is voor Bert van Vlaanderen, een mooie naam om op de erelijst te zetten. De organisatie is dan ook dik tevreden. Ja, we konden ons geen betere winnaar wensen en zo. En ook dat op zo'n zwaar parcours, want ik heb het zelf helemaal uitgezet, dus ik weet hoe zwaar het is en scherpe bochten in, dat toch... ja, onder die 30 minuten gelopen kon worden, dat had ik toch wel een hard hoofd in. En dit is echt een topprestatie. Wij zijn, en ook met zoveel publiek aan de kant, was voor Aalten ongekend. En wij zijn zeer, zeer tevreden. Paul, volgend jaar een vervolg? Wat mij betreft wel. Dus 30 augustus volgend jaar zal de loop wat ons betreft denk ik wel weer terugkomen. We moeten natuurlijk na een tijd nog even vergaderen, maar ik denk wel dat dit een vervolg krijgt, want ik ben uitermate tevreden. Dus qua toppers, qua publiek, fantastisch. Gerrit ter Broeke Memorial. Volgend jaar, 30 augustus, is het er gewoon weer. Daar gaan we gewoon vanuit.